Christophe, ja, het is gebeurd. Hè. Een eerste titel is binnen. Ja, herfstkampioen. Nu, dat is wel heel leuk voor de club en heel leuk voor de supporters. Maar zoals we deze week op de bestuursvergadering zeiden, het is heel mooi meegenomen om vanavond een feestje op te bouwen. Maar achter nieuwjaar voetjes op de grond. En het zijn eigenlijk de prijzen op het einde van het seizoen die gaan tellen. Hè. Dus... Ik vond het toch een zenuwachtig en moeilijk begin van de thuisploeg. Ja, dat klopt. Dat is eigenlijk al 2 weken op rij dat we zo wat beginnen als een diesel. Ik denk dat sommige jongens ook wel de druk voelen. Niet enkel druk op het zaalvoetbal, maar ook jongens die toch wel al een slopend seizoen op het veld in de benen hebben. Maar eens dat die ban gebroken is, dat was vorige week ook zo tegen Hasselt, dan merk je dan walsen ze erover, dat vertrouwen is terug. De coaches sturen heel goed bij en dat merk je ook onmiddellijk op het veld. Was toch weer ruim publiek aanwezig, ondanks dat de kerstmarkt volop bezig is? Ja, dat klopt. Dit project begint enorm te leven. We merken ook dat heel veel nieuwe supporters de Sportal hier bezoeken. En vandaag hebben we ook gezien, we hebben gekeken, ongeveer 192-tal mensen waren terug aanwezig. Dus ja, dat blijft stijgen, dus zo blijven we het voortdoen. Maar de ambitie van de club is toch wel aan het einde van de rit de titel pakken? We hebben elkaar hier nog eens gesproken tijdens de galamatch tegen de Rode Duivels. En toen zeiden we van oké, de 6e, 7e plaats is onze ambitie. Maar we moeten nu ook eerlijk zijn, als je nu op de eerste plaats staat, moeten we niet met fabeltjes afkomen van oké, we zien wel. Ik vind, als je die play-offs kunt halen, in de play-offs is alles mogelijk. We hebben al tegen Tulijn gewonnen, we hebben al tegen Hoboken gewonnen, we hebben tegen Warem thuis gelijk gespeeld. Dan denk ik dat de mogelijkheid, en toch wel met deze kern en coaches, dat moet kunnen. Maar het is geen verplichting, maar we hopen dat wel.